Goedemiddag en welkom in het Kievenloeteriek. We zijn hier allemaal mee aan het kijken met de optocht van Mijl. De Bonte Steurum is eindelijk weer van start gegaan. 2 jaar niet deur kunnen gaan zoals we overal wel weten. Maar nu is je eindelijk van start gegaan. En we zien hier, wordt afgetrapt als eerste, is Harmonie Eendracht van Mijl. Deze optocht werd mede mogelijk gemaakt door allerlei sponsoren. Jo Bast is hier weer een van de karttrekkers bij de Harmonie. Hij is al flink uit aan het dellen. Waar gaan wij, Jo? Waar gaan wij, snoepjes? Nootje van arme kloot. Nootje van arme kloot. Ja, hoe is dat? Ja, dankjewel. Ja, jou goed? Is, hallo. Alles goed, Jo? Even een nootje. Ja, het stel een beetje stil. Ik hoor ook dat de prinsenwagen even stilste. Kijk, goed voor Rob. Is Rob er ook bij? Rob met Rob. Rob loopt in bij de Harmonie, hè? Ja, dan loop ik even weer op. Twee keer Rob. Tweemaal Rob. En wie loopt er achterop? Ja, ja, ook dat. Maar oud prinsen bij de Harmonie, hè? Bij de Harmonie een paar oud-prinsen, prins Rob, prins Sibbe. Die zijn goed vertegenwoordigd. Ze gaan weer van start. Zoals Danny al zei, verschillende mensen van de Kievenloot, oud-prinsen, zijn ook aanwezig in dit clubje. Wat altijd goed vertegenwoordigd is en altijd van de partij. En daar hebben we nummer 2 van de categorie jeugd. Sven van de Nieuwenhuizen, Lang van Stof. Dag Sven, ben je Lang van Stof? Ja, dat is wel. Dat is wel, hè? Rijd maar goed door, de deur loopt hier. Onze grote broers zitten in de row. Dat kan voor onze toekomst geen koop. Prinses Nina. Nina Donkers. En prinses Chiara. En dan komt de volgende jeugdgroep over aan. Rennie. Ja, hier zijn de vriendinnen van Fenne en Amber. Samen met de ouders. De vaste lovers koos voor ons niet zonder beginnen. Met prins Erwin, de pap van onze vriendinnen. En dan lopen ze. John dansend. Kijk eens. Mooi dansje ingestudeerd. Fijne zang erbij. Ook een beetje druk die natuurlijk, hè, denk ik vandaag. Heerlijk, die snoepjes. We kennen weer gaan rapen. Jeuk, hè, de toekomst. We hebben er goed lol in, gelukkig. De zaakjes werden hier al geplant. Leuk voor de jeugd, zonnewagen. We kregen nou dadelijk. Komt de volgende deelnemer al aan, dat is nummer 10. De familie van prinses Britt. Wij zijn zo trots als een pauw. En dat kennen we zien, hè. Veel plezier zie ik al, hè. Ook weer een dansje gestudeerd. Familie van prinses Britt van de Keijshut. Van Golfkerk ingebouwd.
scepter in de hand. Dus fladderen wij door het Meilse land. En ook zo om te zien dat ook de kleintjes meedoen. Hè? Jong en oud, alles mag meedoen en alles doet mee. Daar was je dus als voetballer, hè? Dat is Roel Strijbos. Goed ze naar verleden, hè? Goed ze naar verleden, totdat we kampioen worden in 1999, hè? PSV, hè? Dat waren tijden, hè? Dat waren ook strijden. Dat waren tijden, hè? Koester, hè? Hou dat vast. Niet Mickey, koester, hè? Hey. Hugo Vlier op, wat is het, tractorachtige voertuig. Hier hebben we John de Wagen met alle festiviteiten erop. En Prins Erwin natuurlijk. Beste kameraad van de echte Prins Erwin is hier Erwin Dams. Die zich prins zeggen waant. Met een goede adjudant Emiel Strijbos. En de oud vorst William. Hey! Ja, wat een fantastische wagen die ze natuurlijk in elkaar geknutseld hebben. Allemaal een stukje prinsenwagen, de eerste wagen van de optocht. Maar dit is natuurlijk niet de echte prinsenwagen, hè. Ja, ze hebben wel goed gepakt, moet ik zeggen. Ja. John de Erwendams toch nog een keer prins is geworden. Ja, dat sluit je niet uit voor de toekomst, hè. We hebben er al een rij gehad in de kamergroep, dus ik kan er goed nog in de bij. Eigenlijk wel. Toch nog een volgende is ook een eenling. Nummer 17, Ger van Haren. Ik heb geen roeie cent, eer mijn snoeber. Ger doet ook al jaren mee met de optocht. Gisteren bij de sleuteloverdracht bij de Bingert Gemeenschap Vierse Mijl. Daar is Ger nog onderscheiden geworden door Prins Erwin. Het was een kameraad van de vader van Erwin. Die mede... Dus een spreuk eigenlijk bedacht, hè? Toen is de Erwin hem door op gebaseerd. Is er niks te maken, jongens? Geen buurt bij? Helaas, nee. Nee, wij kregen goed betaald bij PNM. Oh, bij PNM, ja. Dan moet ik het volgend jaar ook langs de kant gaan staan. Ja, wie weet is er wel wat voor jou, ja, ik denk wel, ja. Maar zondag wel meedoen. Hoe lang doe je al mee met de optocht? Weet je dat? Ja, ik denk van 25 jaar. 25 jaar doe ik al mee? Ja. Dat vind ik toch zo? Denk ik, ja. Lief dat doe. Ja, hoop ik. Ik heb nog voor 20 jaar ideeën, maar ik denk niet dat ik zo oud werd. Ja, wie weet, er gewoon wel voor, hè? Ja, dat. Misschien kan je ze wel verkopen. Hey, Jok. Dat was Ger van Haren. Dan hebben we er nog 18 hier. Trollenbeteurtje, de poetsploeg. Van de kleine groepen. Een troonentrekker. Oh. Dat is inderdaad ook waar, hè. Prins Erwin, die blijft ook aan het beuken. Oh ja, dankjewel, dank je. De troonentrekkers. Ja, wie het niet weet. Onze Prins Erwin is een ontzettend emotionele mens. En die al geregeld een troontje moeten laten hier vanaf zijn prinschap. Want hij veilt natuurlijk van het ene moment in het andere. En hij is ook niet bang om te laten zien dat hij me ook raakt. Ik vind het alleen maar John. Absoluut. Je hoort er ook goed mee, hè? En natuurlijk werd er dan ook mee gelachen. Maar daar kan Erwin zeker goed tegen. Of hij gaat ermee huilen, dat kan ook. Als Prins Erwin de nieuwste blieft beuken, een zinnenvaste loversgeluk, steunen wij Lisette en zijn wij met dweilen verrekkersdruk. Met de bont en hoofd hier een mijl. Deze zijn vriendin Lisette. Mee met Speurtje 11. Fantastische groep trouwens. Die hebben een schitterende sketch neergezet. En door de Lisette was er ook onderdeel van. En daar raakte Prins Erwin behuurlijk. En hij liet zijn tronen door ook van geluk lopen. Wat dat duidelijk zin. Wie hebben we dan? Nummer 19 is dat, hè? Colinda van Bergijk. Bas de Lovers vierde ook geweest. Ja,
Ook overal van de partij. Bij de zoekkoel. Ja. Altijd voor hen. Zweef leegt. Zwij leegt. Ja, dan zal ze wel gaan zwijgen, denk ik. Nee, denk ook wel een Pelemaas bekend, Belinda. Altijd aanwezig. Doe altijd mee. Maar ook zeker inderdaad. Vaak ook met Sylvie, hè? Met Sylvie, maar die was er gisteren niet bij. Die was ziek, heb ik gehoord, hè? Een griepje te pakken, ja. Geurde het op PNM, ja. Maar vandaag is ze wel van de partij. Die komen we daar nog tegen. Nou, ik hoop dat ze goed hersteld is van het griepje. Maar dat was de grote afwezige bij de zoepkoel. Het is aan hetzelfde. In de Westerlaven aan de man. Vol met lampjes, gewoon een lampkap. En maar zwijgen. Mijn zwijlamp die duurt wel niet, zie ik op de kop, maar dat is een minpuntje. Dat is voor de jury. Voor de jury. Prinses Robin. De Vengneuzen. De Vengneuzen. De groet, jeugdgroep. Groet, klein, jong of oud, Vulotus. Samen maken wij van de Vengneuzen tempel een gekkenhuis. En dat doen ze. De Vengneuzen tempel bij de vangrail. Daar is het elke keer op te doen, hoor. Chique details, mooi gespiend. Wij gaan het beleven, vastelovend komt weg tot leven. Kijk, ja dat is John. Mooi geluk, Kim. En Prins Erwin doet natuurlijk ook elk jaar mee met een optocht. Dus ik denk dat dit kan. Er komt ook weer een fantastisch beeld aangelopen. Ja, die kennen we zeker. We doen ook al jaren mee met de optocht. Die zijn allemaal bekend hier ook in Umstreken. Fred en Sylvie zijn mee. Drie duwe groepen als ik het zo zie. Erwin zijn dus de afwezige dit jaar. En Erwin Vrij natuurlijk net met Prins moest zijn. Nou komen ze echt in beeld, vastgelovend in beeld. Nou, ziet het er zo uit. Vastgelovend in beeld. Het is bewegend beeld, zie je wel, hè. Oeh. Kijk eens toch, vastgelovend liefde is het. Dan zijn we de brummertjes. Oh, dat is waar. Sylvie, ben je fit genoeg? En dan hebben we alweer de volgende groep. Goed zat. Wij plekken als gekken om het verleden van Mijl te ontdekken. Ja, we hebben hier bij de plaatselijke Jumbo een prachtig plakboek. En daarin kon je allemaal stickers plakken en het was een enorme rage, mag ik wel zeggen. Zeker. Ik weet niet hoe dat bij jullie zat. In die grote ruilbeurs. Het nummer 105 ben ik nog eens zoeken. 105. 105. Ga je er ertussen zitten? Ja, het was echt, ook bij mij in de familie was het één grote app-bedoeling met nummertjes die geruild moesten werden. Mijl was hommel in de ban van de stickers. Dus, 150 kimpje en Wout. Nee, heel boek compleet. Ja, nu heb ik hem eindelijk compleet. Het John Orgel van de kerk. Die hangen nog een rest. Zo was het heel boek vol. Landsbergen. Nog een plekker. Ja, dat was een hulle bedoeling met dat stickers plakken. En dan hebben we Pieter Verrijen. Pieter, ik sla nergens op. En dat is inderdaad te zien, die sla nergens op. Daar zit ik een vellen in die troom. Pieter, goed gejat, dan slechts verzonnen. En we kunnen hier aan buurtvereniging het Zonnedupje. Kijk mee, want afvaldumpen is niet oké. Okay. Ook weer een John grote wagen gemaakt. We hebben veel titje gezeten. Ja, dat is een mooie buske hebben ze hier nog gemaakt. De Citroën. Ja, de Citroën echt, wordt er weer magnifiek uit. Tegen een afvaldumpen. Ik weet niet of het specifiek ergens op bedoeld is. Maar over het algemeen is dat natuurlijk wel een probleem. Waarom doet er niemand iets aan die verre van sigaren, aan die oude autobahn? Zet je handen
blikvanger. Er zit meer blik neven de vanger dan in de vanger. Hier een mooie kerkje gemaakt voor de wichter. Kunnen ze lekker op rusten. Want als die helemaal moeten lopen, is het natuurlijk best wel een eind. Het begint een beetje harder te wijden, Danny. We zijn er bijna wel. Maar ik denk wel dat Ruben. Kijk eens, de jeugd wordt hier nou meteen opgevoed dat ze alles op moeten ruimen. Hey, hallo, horen jullie mij? Ja. En ik denk als de prins er waar geweest is en de snoepjes op de grond liggen, dan werden die zo opgerapt. Dat zijn die jeugd goed in, hè? Dus zakken vol. Steef Winkelmolen, ook actief altijd met de vastlovend. Ook bekend om zijn gedichten, hè Danny? Absoluut. Daar heb je ook nog meerdere malen meegemaakt, hè? Dat zijn de bekenden, of niet? Muggetje, hè? Ja, het muggetje. Muggetje. Muggetje, op muggetje en het vluggetje. Vluggetje. Ja, die is... Die is legendarisch. Het is wel weer een genot als er weer het muggetje tentoongesteld werd. In de nopjes. Het is in ieder geval een lekker weer met de weer. Geïsoleerd. Wij zijn ontzettend in de nopjes, ja. Wij ook. Niet zoveel zo zie ik wel, maar... Nee, ja, sorry Danny. Dan lig jij er ook in, hè? Ik wil eigenlijk ook wel een beetje nopjes staan, in mijn nopjes zin. Oeh, fijn knapperen dadelijk. Ik kan nog wel zeggen, maar ik... En er komt weer een Prins Erwin lookalike aan. Is je dat niet zelf? Dat is heel veel zin, hè? Als je nog gewoon als enig meedoet als prins. Hij liep er wel verrekkers veel op, maar het is toch niet de echte Prins Erwin. Het is een oud prins dat te zien. Ik denk dat het Prins John is, niet? John Lenders. Jotje. Oud. Oké. Okay. Ja. Zag Tjerk. Ik heb verjongingscrème bij. Verjongingscrème. Zo, en dan zet je die regelt. Ja, dan mag je dan als prins kiezen. Moet je nog een tissue hebben? Als je nog een hebt, vraag je er zelf bij. Ik heb zelf. Die hebben we al gekregen. Nee, zo'n Durske maakt dit als oudste prins niks uit. Ja, dat is inderdaad de Bor. Dat is inderdaad de oudste prins die wij bij de Kievloed hebben gehad. We zijn er nu al ouder geworden, maar als actieve prins... Nee. Alleen omdat ik een beetje aan het witwassen waren. Hè? Leg hem hier overal beslag op. Dat is niet normaal, hè? Het is in de grote vetzooi hier, zie ik wel. Ja, ik maak niks meer. Gewoon een beetje witwassen, mag het meer. Wees geen? Nee, dat, goed dat je dat vertelt, want ik wist het absoluut niet. Nee, mag niet meer. Leg hem hier overal beslag op. Ja, ik kan niet lachen, want dat is helemaal niet op te lachen. Het is wel een zooitje zo, hè? Van de Bruin, inderdaad, oud prins. En ze hebben daar, ziet er goed uit in ieder geval. Die kan in ieder geval goed douchen dadelijk. Hoop dat het putje niet verstopt raakt. Je hebt het volgende muziekkorps. Schutterij Sint-Nicolaas. De Blauwe Mijl. Ook weer een grote groep met veel jeugd erbij. Gruts op onze jeugd bij de Keisjeut. Gaan wij in alle kleuren vastelovens vieren. Met de Hellemeut. En een Hellemeut is het ja. Nou, mooi wagentje. De Bux al op de zijkant afgebeeld. Hallo. Je zit in ieder geval uit je wind in de kaart zo. Nu hoeven ze een keer niet te lopen, dat is ook wel eens warm, hè. Hebben ze goed daar. Nummer 29. Dat is alweer Leeswoud hier, voor de prinswagen. Nou, dat is al snel dan. Familie van Prins Erwin de Nuurste. Ja, je zet is natuurlijk in van Verrooy. Verrooy, dat is hier alom bekend. Jan op de tractor hier. John, het kievelmenneke weer op, nagemaakt. Het bronzen beeldje. Allemaal heel erg actief in het Meilsen. Maar ik natuurlijk met zijn hangtoffel. Kijk eens, je moet rijden de shorttrekker, linksboven. Ja, dat is nou inderdaad van een nauwe optocht. Een mooie collage. En hier zie je nog mooie foto's van Erwin toen er nog een John Lenneke was. Het optreden van Bontenovende door Erwin natuurlijk ook veel meegedaan. Met de erpelementjes.
Hier ook weer een mooie jeugd erbij. Fijn in de bolderkar. En het is een hele stoet zo. Lisette is hier fijn bij de groep. De vriendin van de prins. Hele familie Verhooy. Rooi, geel en groen. Dat is de kleur van? Wasseloverwoud. Hopsa. Dat was even een test, dat geeft ook wist. En dan komt hij er al achter, komt de prinsenwagen met een grutse prins Erwin de Nuurste. Hij geniet volop en een zie ook aan hem. Ook altijd zonde hè, dat de familie veel wagen hebt. Annelies, hi. Daar komt hij. Nee, de prinsenwagen, de afsluiter van de optocht in Mijl, de Bonte Steuren. Je ziet wel, ze hebben niks gelegen nu toe, hè, Wout. Maar ze moeten nog 2 dagen. Hè? Het is een goede stugge groep die het wel volhoudt. Natuurlijk met de jeugd erin. Hey jongens, rustig aan, hè. Goed doen. Volgens mij hebben ze toch wel wat gedronken. Prins Erwin, nog eentje naar de keer. Ja, dames en heren. Dit was de Bonte Steuren van het Kievelouteriek. Wij bedanken jullie voor het kijken. En we wensen jullie een fantastische vastelovend 2023.